Gefeliciteerd met het grote vasten. Waarom gefeliciteerd? Het grote vasten is een van de, als niet mooiste perioden van het jaar. Het vasten brengt ons namelijk dichter bij God. En dat is natuurlijk één groot feest. Want waar God is, is macht. En waar macht is, is overwinning. En waar overwinning is, is leven. De overwinning, de geluk en de vrede die we daaruit halen, is inderdaad wat we allemaal willen. Maar wat we misschien niet altijd ervaren. En hoogstwaarschijnlijk komt dit door het gebrek van het betrekken van God in onze dagelijkse strijd. Daarom zullen we met dit nieuwe programma een reeks verhalen uit onze christelijke geloof met jullie delen, waar we moed, inspiratie en motivatie uit kunnen halen om de goede strijd te strijden tot het einde toe, zoals onze Paulus schreef in 2 Timotheüs 4:7. Deze verhalen zijn geïnspireerd uit het gebed van de breking van de grote vasten die de priester bidt tijdens de liturgie in de grote vastenperiode. In de komende afleveringen zullen wij zien hoe de verschillende personen en volken hun uitdagingen en moeilijkheden hebben overwonnen en doorstaan door het vasten en bidden. Niet ondanks het vasten en bidden, nee, maar dankzij en door het vasten en bidden. Ja, want het vasten en bidden zijn de weg, de wapens waarmee we deze uitdagingen en moeilijkheden kunnen weerstaan. In deze introductieaflevering leg ik het eerste stukje van de breking uit. O Meester, Heer, Almachtige God, die zijn enige geboren Zoon naar de wereld gezonden heeft. Hij heeft ons de wet en de geboden, die in het Heilige Evangelie geschreven zijn, geleerd. En hij heeft ons geleerd dat door het vasten en bidden duivels uitgedreven worden. Toen hij zei, dit geslacht vaart niet uit dan door het vasten en bidden. Ik wil met jullie stilstaan bij de leer van onze Heer dat door het vasten en bidden duivels uitgedreven worden. Want hoe kan dat? Hoe drijft het vasten en bidden de duivel uit? Waarom moeten we überhaupt de duivel uitdrijven? De duivel is datgene wat ons weerhoudt van de toegang tot de hemel. Ofwel eeuwige leven met God. Want de hemel is de plek waar God aanwezig is. Dat is natuurlijk ons doel. Dat is waar we willen zijn. Maar de duivel die in de hel is, wil dat natuurlijk niet. De duivel wil dat we bij hem zijn. Daarom zijn we continu in strijd met goed en slecht. Ga ik liegen of ga ik eerlijk zijn? Ga ik vergeven of niet? Ga ik de ander helpen of niet? Hoe kunnen we dan deze duivel verslaan en de overwinning hebben? Voordat ik dit ga vertellen, moeten we eerst een stukje terug in de tijd gaan. Als we de geschiedenis namelijk begrijpen van hoe de duivel te werk gaat, dan zullen we met meer overtuiging ook vasten, want dan begrijpen we ook hoe het vasten de duivel overwint. Toen God de mensheid had gecreëerd, had hij die gecreëerd met een spirituele en fysieke honger. Met die lege plek die God in Adam heeft gecreëerd, kunnen we ervoor kiezen hoe we die leegte opvullen. God wil natuurlijk dat we die leegte opvullen door naar hem toe te gaan, om van zijn hand te eten. God is namelijk het bron van het leven, ofwel geluk en vrede. Wanneer we van zijn hand eten, raken we verzadigd, voelen we ons gelukkig en vredig. Zoals Jezus zelf in Johannes 6:51 heeft gezegd, ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Maar omdat God van ons houdt, heeft hij ons vrije wil gegeven. De vrije wil om te kiezen of we die leegte opvullen door van zijn hand te eten of niet. Hoe kunnen we dan van zijn hand eten en eeuwig leven hebben, vraag je je misschien af. Nou, namelijk dat kunnen we doen door hem te gehoorzamen. Wanneer we zijn geboden navolgen en naleven, dan volgen wij God, dan eten we van zijn hand. En het eerste gebod dat God aan Adam heeft gegeven, was het gebod van het vasten. In Genesis 2:17 lezen wij, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Dat was het allereerste gebod. En als we, zoals ik net zei, gehoorzamen aan dat gebod, dan eten we van Gods hand, want we luisteren naar hem, volgen zijn gebod en dan hebben we eeuwig leven. Oké, maar wat is dan het alternatief van het niet eten van de hand van God? Het alternatief is dan dat we natuurlijk God niet gehoorzamen. En wanneer we niet eten van de hand van God, ja, we moeten nog steeds eten. En het alternatief van God, het alternatief van het goede, is het
uiteraard het kwade. Dan eten we van de hand van de duivel. Wat is het probleem om van de hand van de duivel te eten of niet van de hand van God? God heeft het zelf gezegd in de vers, het tweede gedeelte, namelijk dat: want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. We weten allemaal welke keuze Adam en Eva uiteindelijk hebben gemaakt. En ook sindsdien, sinds dat Adam en Eva het gebod van God hebben verbroken om toch te eten en niet te vasten, dat heeft uiteindelijk de dood de wereld ingebracht. Maar het gebod van het eten van de hand van de duivel leidde niet alleen tot de dood van Adam en Eva. Want dan kunnen we zeggen van ja, maar dat is hun probleem, dat was vroeger. Maar ook Jezus in zijn tijd en in onze tijd heeft hij in dezelfde vers die ik net vertelde over Jezus ook gezegd: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, heeft u geen leven in uzelf. Wat betekent dit allemaal? Waarom ga ik dood als ik eet van de boom van kennis van goed en kwaad? Wat heeft het vaste hiermee te maken en waarom is dit belangrijk voor mij en hoe helpt dit mij succesvol te worden? Waarom dit uitmaakt is omdat als God bestaat, en we weten dat God bestaat, God is perfectie. En alles wat hij zegt is daarom ook per definitie het beste voor de mensheid. Want hij weet het beste. Hij is alwetend. En wat hij heeft gezegd en alles wat hij zegt is eigenlijk de standaard van goed en slecht. Hij bepaalt dus wat goed en slecht voor ons is. Dus willen wij gelukkig zijn, willen wij leven, willen wij succesvol worden in alles wat we doen, dan moeten we luisteren naar God. Want nogmaals, hij weet het beste. Hij weet wat het beste voor ons is. Maar de duivel wil dat natuurlijk niet. En de duivel beweert zelf, en dat zei hij ook tegen Adam en Eva, van je zal niet sterven als je niet naar God luistert. De duivel belooft ook voorspoed en geluk. Zoals in Genesis 3 vers 4 en 7 staat, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. We hebben net gezegd dat God is datgene wat goed of slecht bepaalt. En als wij dan gaan zeggen van hé, ik weet wel voor mezelf wat goed en slecht is, dan zetten we eigenlijk onszelf in Gods schoenen en dan maken we onszelf God, zoals de duivel heeft gezegd. Ah joh, wit leugentjes mogen wel. Verslaafd zijn is niet zo erg. Mijn baas heeft toch zoveel geld. Als ik dit van hem wegneem of stil, dan maakt het niet zo heel veel uit. Dat stemmetje in ons hoofd, dat rechtvaardig om tegen gebod in te werken, dat is de duivel. Het ergste is dat wij geloven, denken en voelen dat dit het beste voor ons is. Maar dat is natuurlijk niet zo, want het komt van de duivel en het komt niet van God. En alleen wat van God komt, dat is goed voor ons. Hij probeert ons wijs te maken om naar dat stemmetje te luisteren, om te handelen naar onze eigen gevoelens in plaats van wat God ons heeft verteld. Ah joh, je bent moe, je hebt deze week hard gewerkt, je hoeft deze zondagochtend niet vroeg op te staan. Je hoeft ook deze maand geen tiendes te betalen, want er komen heel veel rekeningen aan. De duivel zien we ook op grote schaal aan het werk, namelijk in onze maatschappij. De maatschappij die ons vertelt, er is geen God, er is geen goed of slecht. Iedereen bepaalt wel voor zichzelf wat wel kan en wat niet kan, wat wel goed is en wat niet goed is. Want ja, waarom moet iemand over jouw leven beslissen? Ik mag toch zelf bepalen wat ik doe met mijn leven? Dat klinkt logisch en dat klinkt motiverend, maar we beseffen niet dat wanneer wij zelf beslissen om niet naar God te luisteren, dat we dan luisteren naar de duivel. We denken van ja, ik bepaal het, ik luister naar mezelf, ik geef niet de macht aan God, ik neem zelf het initiatief. Maar als we niet de macht aan God geven, dan geven we automatisch de macht aan de duivel. En zoals ik aan het begin vertelde, wanneer we de macht geven aan de duivel, dan resulteert dat tot de dood. Ja, echt waar. Ga maar na. Stelen brengt je in de gevangenis. En als je in de gevangenis zit, ja, hoeveel vrijheid heb je dan nog? Dan ben je eigenlijk dood bijna. Als je verslaafd raakt aan alcohol of drugs, dan gaat je lichaam achteruit. Raak je ziek, kan je fysiek ook niks meer doen. Welke vrijheid heb je dan? Dan ben je ook eigenlijk dood. Of een ander voorbeeld. Zoals we continu aan het liegen zijn, dan vertrouwen mensen ons niet. En als mensen ons niet vertrouwen, kunnen we geen relaties opbouwen. En als we geen relaties kunnen opbouwen,
hoeveel kunnen we dan nog voor elkaar krijgen in het leven? En zijn we dan nog niet eigenlijk meer dood? Al met al, hoe drijft het vasten en bidden dan de duivel uit? De duivel wil dat wij eten. Eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hij wil dat we zelf beslissen over ons leven. En dat we zelf doen wat we willen, waar we zin in hebben. Door het vasten leren wij onze eigen behoeftes te onderdrukken. En oefenen wij om God te gehoorzamen. In zijn geboden en maken wij plaats om van zijn hand te eten. Hierdoor zijn we één met God en niet met de duivel en hebben wij de duivel uitgedreven. Willen wij dus sterk zijn in de momenten wanneer wij honger hebben, wanneer we ons zwak voelen, leeg en machteloos voelen tegenover onze uitdagingen, dan moeten wij leren vasten. Want dan zijn we één met God. En als we één zijn met God, dan zijn wij krachtig, dan zijn wij machtig, dan zijn wij moedig. En dan kunnen we alles overwinnen. Wie kan ons dan nog verslaan? Geen persoon, geen situatie, nee, zelfs niet de duivel. Door het vasten en bidden bereiken wij niet alleen ons eeuwige leven, maar worden we ook succesvol hier op aarde. Ik eindig met de vers Deuteronomium 6:25. Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen voor het aangezicht van de Heer onze God zoals Hij ons geboden heeft. Dank jullie wel voor het kijken en we hopen jullie te zien in de volgende aflevering waar weer we nog meer verhalen zien van personen en volken die hebben overwonnen door het vasten en door het bidden. Tot de volgende keer.